Ja. Want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel. Ja, dat is natuurlijk wel weer apart, omdat er natuurlijk nog wel wat geluiden opgaan, vooral deze dagen, dat er een derde tempel zou komen. Ja, die zal er ook komen. Ja. Ja. Jij bent ervan overtuigd? De Bijbel zegt het. Dus ja. Ja, als de Bijbel het zegt, dan gebeurt het gewoon. Ja. Dus met die tempel is dat best wel ingewikkeld. Want het zal ook een tempel zijn die door de antichrist verontreinigd gaat worden. Ja. Dus wij willen graag die tempel zien. Dus hij moet er wel komen. En dus die komt, maar hij zal door de antichrist verontreinigd worden. En daarna ook vernietigd worden. En, ja, en dan krijg je uiteindelijk de tempel die door de profeet Ezechiël is beschreven, hè, waarvan de zegen uitgaat. Maar in vers 22 staat dus, de tempel zag ik in haar niet. Dat is dus die heilige stad. Ja. Maar op aarde hadden we het net over de tent van God is bij de mensen. Ja. Dat is dus nog die 1000 jaar. Ja. Dan is het nog niet in een volkomen vaste definitieve situatie. Want dan komt nog een keer de loslating van de Satan in die opstand. Precies. Maar dan krijg je uiteindelijk die nieuwe situatie. Dan is er geen tent meer, dan is er geen tempel meer. Is niet meer nodig, want die tent en die tempel is nog altijd een beetje een barrière tussen God en mens. Ja. Hij is de heilige en wij als onheiligen kunnen hem niet zien en leven. Maar dat is straks helemaal opgeheven. Dus dat is allemaal niet meer nodig. Geen enkele vorm van barrière. We leven vrij en blij voor het aangezicht van God. Dus die tempel, die derde tempel, die loopt tot en met het 1000-jarige vrederijk. En dan is ook dat ja, over. Hoe dat precies over zal gaan. Maar daar, mag goed bij wijze spreken. In die tempel zal de antichrist zich neerzetten om zich als God te laten aanbidden. Ja. En daarmee verontreinigt hij de tempel. De Joodse orthodoxie zullen daar hun offerdiensten zijn begonnen tot eer van God. Mm-hmm. Maar hij neemt het over. En daarmee verbreekt hij eigenlijk de afspraken die hij als antichrist met het Joodse volk heeft gemaakt. Ja, dus alle voorbereidingen die nu plaatsvinden, hè, waarvan je zeg maar ook beelden ziet af en toe wel eens, die moeten ook plaatsvinden, want dat is allemaal in de lijn. Het zit in de lijn van de profetie. Ja, en die tempel zal wel op een negatieve manier gebruikt gaan worden, dat moeten we ons realiseren. Ja. Maar dat komt ook nog omdat Israël als volk nog niet Jezus Christus heeft aangenomen. Ze zijn voor het grootste gedeelte nog los van God. Maar er is geen tempel, want God zelf, de Almachtige, is haar tempel. Hij is voortdurend bij de mensen. Het stad heeft de zon en de maan niet meer van nodig. Ja, Christus Jezus is het licht der wereld. Ja. We krijgen een totaal ander stelsel ook. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Ja. Maar wel weer bomen, hè? Bladeren van geboomte zijn tot genezing van de volkeren. Heel veel thema's uit Genesis kom je gewoon weer tegen in het boek Openbaring. Dat is buitengewoon. Daar heb je ook het geboomte des levens. Dus waar het heil en de zegen. En dat is in het boek Openbaring. Is dat gewoon weer benaderbaar voor de mensen. Die gerubs van het Oude Testament in de Hof van Eden, die zijn weg. En we kunnen er weer zijn. Ja, precies. En Genesis sprak over de Eufraat en de Tigris, hè? Ja. Twee stromenland. Nou, we lezen hier, hij toonde mij een rivier van het water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God, midden op de straat. En dan weerszijde dan dat geboomte 12 maal vruchtdraven, niets vervloekt zal er meer zijn. Ja, als je dat nou leest, hoe prachtig en mooi en gezegend we misschien hier op aarde nu een stukje en een tijdje mogen doorbrengen. Alles staat absoluut in de schaduw van dat heerlijke. Ja, ja, en als ik nou heel eerlijk ben, als de Heere God zegt, nou vanavond gaat het beginnen voor jullie. Graag, zou ik haast zeggen. Er is geen betere plek om te zijn. Er is geen betere plek. Aan de andere kant denk ik ook, maar ik ken ook nog een paar mensen die ik er ook graag bij zou willen zien. Nee, precies. Dat is het dualisme waar we mee te maken hebben. En daarom is maar goed dat de Heere God die tijd bepaalt. Bepaalt, ja. En niet wij. Ja. Ja. Ja, wij lopen langzamerhand door naar het slot Openbaring 22. Ja. Ik weet niet of er nog specifieke, hele concrete dingen in 21 te noemen zijn. Nee, het loopt allemaal in elkaar over. Ja. En nogmaals, voor een deel beschrijft het de situatie van het 1000-jarig rijk. Met de Christusheerschappij en het Jeruzalem wat dan boven, het hemelse Jeruzalem wat boven het aardse Jeruzalem zweeft. En dan gaat het over naar de realisering van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuwe stad. Wordt erover gediscussieerd, ja, daar zijn dominees voor. Krijgen wij nu een compleet nieuwe hemel en nieuwe aarde of krijgen we een gerenoveerde hemel en een gerenoveerde aarde? Daar wordt wat verschillend over gedacht. In Petrus wordt geschreven dat de elementen door vuur zullen vergaan, uiteen zullen vallen. Hmm. Dan houdt het eigenlijk helemaal op. Ja. Maar toch hoeft dat niet te betekenen dat het oude er niet meer is. Ja. De Bijbel gebruikt ook dikwijls het beeld van het graan, de zaadkorrel.
die sterft af en er komt iets nieuws uit. Maar de verbinding tussen dat oude en dat nieuwe is wel essentieel. Is wel nadrukkelijk aanwezig. Ja. Ja. En ook wij krijgen straks een verheerlijk lichaam. Omdat het oude lichaam in de aarde gezaaid is, maar de relatie tussen oud en nieuw is aanwezig. Ja. Dus ik denk straks ook, als het gaat om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat daar ook het afsterven van het een, waardoor het andere kan komen. Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn nogal bezig met die nieuwe aarde. Ja. Vanuit milieuperspectief wordt er heel keihard gewerkt en proberen ze met man en macht om deze aarde vast te houden. Ja, dat is deze aarde. Ja. Ja. Dat is dus wat anders dan wat hier beschreven staat. Dat is wat anders dan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die gaat komen. Overigens, ik ben geen milieuactivist of iets. En daar zit soms ook een religieuze basis aan. Ja. Maar wij hebben als mensen natuurlijk wel het rentmeesterschap gekregen. Het is niet zo dat wij de aarde kunnen exploiteren totdat die op is. Nee, dat is duidelijk. Er is wel een groep bezig om, bijna vanuit de geest van de Antichrist, nadrukkelijk proberen om de mensheid duidelijk te maken van ja, wij gaan deze aarde redden. In de oudheid had je de godinnen, dat was de moeder aarde, Gaia. Ja, New Age, je ziet dat in de huidige tijd, zie je dat gewoon weer terugkomen, die moederreligie. Ja. Ik noemde ook al Semiramis, uit Babylonië, was ook een vrouw met een vruchtbaarheidsritus. Ja. Dat zit altijd, die opstand zit altijd in de mens. Ja, dat komt omdat de mens natuurlijk weer Jezus niet wil gebruiken als en niet nodig heeft, niet wil erkennen. Men wil niet de weg van de Heer. En dus is het weer een menselijke oplossing. Ja. Ja. Een menselijke oplossing voor een systeem wat eigenlijk... Het gaat niet lukken. Teniet gaat. En dat is allemaal Babel. Ja. Het valt allemaal onder de noemer. Dat de Babylonie, de val van Babel. Ja, het is het ideaal van Babel. Dat is zelf alles in de hand hebben. Geestelijk, economisch, materieel. Toren tot in de hemel. Om het zelf allemaal te kunnen bepalen. Maar wij moeten en mogen ons onderwerpen aan de Heere God. Mm. En het rijk wat de vorst van Babel dan uiteindelijk brengt. Nebukadnezar als type. En dan de antichrist als de grootste macht hebben daaruit voortvloeiend. Ja. Het rijk van de mens stort in. En de Heere God komt met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja. Ja. Nou zegt de engel hier tegen Johannes. Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Ja. Vers 10 en 11 van 22. Ja, ik kom je diep van onder de indruk. Maar het geeft die scheiding aan. Ja. Vuil, vuiler, rechtvaardiger. Ja. Wij leven nu al in een tijd waarin je die scheidslijn steeds duidelijker ziet. De vervuiling van de wereld. Nee, en dan heb ik het nog niet over het milieu. Nee. Maar de geestelijke, de normatieve vervuiling die in mens zit. Alles moet kunnen, alles moet mogelijk zijn. Het meest de wetteloosheid dus? De wetteloosheid? Wetteloosheid, ja. Dat is in deze wereld steeds indringender en er worden onwaarschijnlijk veel mensen meegezogen. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant zijn er gelukkig ook, godzijdank, mensen die zeggen, ja, maar daar wil ik niet aan meedoen. Ja. Alleen het wordt soms wel erg moeilijk. Ja. Want je kijkt naar het journaal is nog niet afgelopen. En de meest gehoorde programma's worden je aangeboden. Ja, precies. Ja, en het gaat zo snel. En, Ja, verzegel niet. Kijk, Daniel die stelde die vraag ook toen hij al die visioenen zag. Ja. En toen zei de engel nog tegen hem, Daniel, ga jij nog maar lekker slapen in het graf. Want dit is allemaal niet voor jou bestemd. Ja. Schrijf het allemaal op, zodat het allemaal vast ligt. Maar aan het eind der tijden zal er meer onderzoek gebeuren. Zullen meer mensen kennis hebben. Zullen meer mensen weten waar het uiteindelijk om gaat. Ja. En hier krijgt Johannes dus eigenlijk... Wel die opdracht. Zeg maar wel die opdracht om die profetie te openen en niet te verzegelen. Zodat wij er kennis van zouden kunnen krijgen. Ja, in Petrus wordt ook gesproken over de profeten die vroeger hebben gezocht en gevorst naar wat eigenlijk de profetieën te betekenen hadden. Ze wisten niet alles, ze moesten gewoon van God opschrijven. Ja. Zoals in Daniel. Daniel zal een aantal van zijn dingen absoluut niet hebben begrepen. En wel gedacht waarom het, en de Heer God zegt inderdaad tegen hem, doe dat nou maar, ik heb daar mijn doel mee. En het doel is dat wij nu aan de hand van de profetieën van het boek Openbaring van Johannes, de dingen die Daniel al mocht zien, bij elkaar kunnen brengen. Ja. En wij kunnen er studie op doen op een wijze zoals dat
toen 600-700 jaar voor Christus absoluut niet mogelijk was. Nee. De kennis zal vermeerderen. Ja, dan kun je natuurlijk denken aan de medische kennis. De microchirurgie is natuurlijk uniek. We hebben het eventjes gehad over de raketten die naar de Mars en naar de Maan vliegen. Ja, precies. En de computers. Het is een duizelingwekkende snelheid gegaan. Maar ik denk dat als er gesproken wordt over de kennis zal vermeerderen, er vooral gedacht moet worden, dat is een Bijbelse context, de kennis van het woord van God zal vermeerderen. Nee, dat denk ik ook. Ook dat is weer een spanning. Ja. Mijn volk gaat gronden door gebrek aan kennis. Mm-hmm. En de kennis zal vermeerderen. Ja. Maar het volk dat de kennis van het woord niet wil, gaat gronden. Ja. Omdat ze die kennis niet hebben, die kennis niet willen. Maar degene die wel honger hebben naar het levende woord en die daar studie op maken, die gaan er steeds meer van ontdekken. Je klikt natuurlijk op de computer, je klikt Bijbels aan in het Grieks, in het Hebreeuws en de meest eenvoudige mensen kunnen haast vanuit de grondtekst Bijbelstudie doen. Ja. En er is zoveel materiaal voorhanden. Dus aan de ene kant wordt het genegeerd. En de mensen zullen te gronden gaan en aan de andere kant neemt de kennis toe. Ja. Ik denk dat ook programma's dit daartoe natuurlijk bijdragen. Ja, nee, zeker. Dat is ook de bedoeling. Ja. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie dit te betuigen voor de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Ja, het is prachtig. De morgenster komt op voordat de zon opgaat. Ja. En de Heere God, en de Heer Jezus natuurlijk ook in zijn zon, maar hij is de blinkende morgenster. En de morgenster wordt gezien door de mensen die waken, die alert zijn, die op tijd op zijn, om het zo te zeggen. Ja. En de gemeente horen wakende mensen te zijn. Mm-hmm. En als de morgenster opgaat, dan zullen wij tot hem naar de hemel gebracht worden. En dan zullen wij vanuit de goede kant deze dingen meemaken. Ja. Want wij hebben die morgenster gezien, Jezus Christus onze Heer. Voor de anderen die morgensterfunctie van de Heer Jezus niet kennen of niet hebben willen aanvaarden, blijft het andere altijd negatieve over wat gezegd en gesproken is. Ja. Dat zijn bijzondere dingen. En zij die morgenster zien, de geest en de bruid zeggen kom, want die zien er naar uit. Die verlangen naar die morgenster. Ja, en krijgen uit levenswater om niets. Om niets, het blijft altijd om niets. En dan moeten we afsluiten met de laatste oproep die hier staat. Dat indien iemand hier aan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen enzovoort. Ja. Want, het is duidelijk het is wel geopend het boek, maar het is uiteindelijk ook in die zin wel weer verzegeld dat je er niks aan toe kan toevoegen. Je mag niet eigen bedenksels erbij maken. Ja. En dat is altijd ook voor een bijbeluitlegger, voor een bijbelleraar, een evangelist, een predikant, hoe we ze noemen, is dat natuurlijk altijd. Je moet zorgvuldig en dicht bij de tekst van de Bijbel blijven. Ja. Je moet de woorden in hun oorspronkelijke taal gaan verstaan. Dat heeft soms een wat andere betekenis dan een woord vandaag de dag heeft. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Er is een tijd geweest dat je het in Nederland over je wijf kon hebben. Dat was een gewoon woord en dat ging dan over je vrouw. Ja. Nou ja, als ik nou over jouw wijf heb, dan word ik kwaad. woorden veranderen. Dus je moet proberen wat in de tijd dat het geschreven werd, wat betekende het. En zo moet je Bijbel gaan uitleggen. Ja. Maar ja, er zijn ook mensen die daar wat vrijer in zijn. Ja, je loopt wel een risico. Toevoegen of afnemen. En dat is ook weer gek. In het paradijs komt de Satan bij Eva. En de Satan citeert de Bijbel, maar hij laat wat achterwege. Ja. En hij stelt er dus wat anders voor dan het werkelijk is. Ja, precies.